Zweden staat bij vissers bekend om de enorme hoeveelheid grote snoeken. In bijna ieder water zwemmen ze daar. Vorige week reisde ik samen met Alexander en Kiek met twee volgeladen auto's naar Zweden voor een hele bijzondere vistrip. Van mijn Zweedse vriend Tobias Ekval kreeg ik de tip om te vissen op een van zijn geheime stekken, een grote eendenvijver ergens midden in de stad. Hij zei dat er op deze vijver enorme snoeken zwemmen, vissen van tot boven de 120 centimeter. In deze video gaan we kijken wat we kunnen vangen op deze epische vislocatie. Een hele goede morgen, welkom bij een nieuwe video. Alec en ik hebben een lekker koffietje en vandaag gaan we proberen om in een stadsmeertje een grote snoek te vangen. Het doel is om gewoon één dikke vis te vangen, een meter. Cheers. Dat zou mooi zijn. Zo. Stel je voor. Ja. We hebben nog niet zo heel veel vissen gevangen. Nee, we hebben wel echt wel hele vette missies gehad. Maar het wil nog niet zo lukken. Het is super koud geworden ineens. We kwamen hier aan, was 10, 12 graden. Nu, het is nu min 10, min 12 graden. We gaan in ieder geval nu even spulletjes klaarmaken. Sander die staat er al. Laten we eens even kijken wat we kunnen vangen, jongens. Zin in. Alec, toch maar de rubberboot? Ja, toch maar de rubberboot. Ja. Want het is echt zo koud. Watertemperatuur is echt 1,5 graden of zo. Ja. Oké, rubberbootje, we gaan pompen en dan gaan we het water in. Vis. Goed, we gaan even proberen de boot in te laten zitten, maar hij is helemaal bevroren. IJs. Maar, het gaat lukken. Zo koud, man. Kijk, wat voor het eruit, hè? Het gaat lukken zo. Oké, maat. Alles is klaar. Hengeltjes zijn klaar. Zo, we hebben dikke flappers eraan, of niet? Laat eens even kijken. Ja, jij hebt helemaal... Jezus. Ja, prototype van deze. Echt niet normaal. Echt een unit. Nou ja, 30 centimeter, maar jij hebt ook wel grote eraan. Ja. Je hebt die Venom, 22,5. Ja. Ja, laten we erin gaan. We mogen niet met een benzinemotor. Maar zo groot is het meer ook niet. Nee. Dus... laten wij gelijk zo het midden opvaren. Dan snijden we. Ja. Kijk, daar ligt het Sandertje. We gaan vissen, jongens. Ik heb er zin in. We gaan dikke vangen. Gaan we, maat? Deze bij jou nog even. Oh, het is fucking ondiep, gast. Oh nee. Oh my god. We moeten die kant op. Oh god, is op. Ja, als ze nu naar links gaan, dan... ga maar richting die zwaans. Oké, maatje. Oh yeah, we zijn lekker op het water. Het grote snoekenmeer. Super mooi weer. Ja, zou hier dus dikke vissen moeten zitten? Waarschijnlijk wel, ja. Het is hier niet diep. 1,5 meter tot nu toe. Het is roeiende Alec, roeiende Alec. Oh. Roeit de hele dag. Ik snap echt niet dat mensen dit voor de lol als sport de hele tijd dezelfde bewegen. Ja. Je doet toch ook wel eens de hele tijd dezelfde bewegen, maar ik vind dat toch ook lekker? Ja, voor een paar minuutjes. Ja, ik kan nog een paar minuutjes roeien. Ja, dat doe ik nu. Ja. Dan denk ik dat het prima is. Niet elke week met een roeivereniging. Precies. Dat is wel goed voor je spierballen. Spierballen, dat doen we. En hier vanaf hier vertrekken? Ja, best. Maar het lijkt wel een steilere kant, zie je dat? Ja. Even kijken. Oh, misser! Ja, oh, misser! Nee. Ja, oh, nee. Ja. Nee. Lekker! Lekker, gast. Yes! Lekker! Yes! Eindelijk! Vis. Nou, we hebben de plek gevonden. Wat, hij miste hem 3 keer. Zag je die kolken? Ja. Fuck vet. Op een ondiep jerkbeetje. Alex zei nog tegen mij. Ja, had je maar een ondiepe. Ja, een shallow runner. Wow, hij is gepakt, een andere snoek? Misschien wel, ja. Of niet? Hoppa, eerste visje. Daniel gevangen. Lekker. Mooi. Ja, lekker gast.
is misschien wel gevonden. Yes. Eerste wormpje zo hier. Ja, was eerst eerste worm. Ja. Hey. Onder de boot. Lekker. Yes. Ja, lekker gast. Lekker gast. Goeie. Dikke? Dikke grote vis? Weet ik niet. Lekker maten. Lekker maten. Lekker gast. Eindelijk. Mooi vis. Nu 2 in 5 minuutjes. Oh, vooral heel veel planten. Oh, je hebt heel veel planten. Daarom was hij zo zwaar. Ja. Vol in de planten. Jezus. Wat? God. Oh mijn god. Wat? Lekker maatje. Dit is wel even top. Ja, maar ja, het is er wel in, hè? Ja, mooi visie. Mooi visie, zeker mooi visie. 2 snoeken in 5 minuten tijd. Ja. Zeker. Zeker weten gevonden. Lekker maat. Echt nice. Heel chill. Goede aanbeet ook. Ja. Mooi visie. Alright. Gaat ie? Zal ik het zelf proberen? Ja hoor. Dat was een trance. Ja. Ik ben blij jongen. Ben jij ook blij jongen? Ik ben een hele blij jongen. Blij jongen. Tik hem aan. Tik hem aan blij jongen. Yes jongens, we vangen vis. We hebben nu 2 in 5 minuten. We gaan lekker door zo. Ja. Ja. Lekker kiek. Lekker hoor. Ze hebben er eentje. Wat heb je gevangen? Vang je snoek? Eindelijk. Eindelijk. 2 maanden niks gevangen. We sprongen net al een bijna in de boot. En nou heb je prijs. Oh, die snoek heeft ook prijs. Jackpot heeft hij. Ervan, die komen even op ons plekje liggen, komen even onze snoeken wegvangen. Ja, ja. Is dat niet normaal? Typisch weer, hè? Is echt niet normaal. Ja. Zouden hier waterplanten zitten? Ik weet niet. Ik denk dat ze hier wel kunnen voorkomen. Even kijken. Voorkomen? Wat heb je gedaan dan? Ja, weet ik niet. Ik zit even te denken wat ik zo meteen voor snoekje eraan ga doen. Ik heb wel 1 koude rechterhand, jongen. Daar is wel kloten. Daar is wel kloten. Ik moet iets hebben wat ondiep kan vissen. Ik ga straks zijn met een spinner bij vissen. Nou, neem eens even lekker een slokje. Jij mag het eerste slokje. Ja? Ach, kus los. Kut. Niet groot hoor. Heel wel. Sunt. Sunnebelt. Sunnebelt.com. Larikoek. De jerkbait. Kunnen we hem halen? Er kwam een baby uit. De jerkbait ligt eraf. Oh echt? Ja. Reddingsmissie, jerkbait. Toch ongeveer richting die beige huis. Oh, hij ging ook ver, gast. Ja. Jij is een huis? Ja. Even kijken, dan heb ik ook jouw oogballen straks nodig. Gelukkig is het water best wel glad. Ik denk dat we wel moeten kunnen zien zo. Oké, hier ergens zal hij moeten liggen, denk ik. Misschien ligt hij al wat meer die kant op. Ah, kutzooi. Ja? Ja, hier zo. Dat is niet wel. Wat? Volgens mij wel. Ja. Ja, het is hem. Ja. Dankjewel. Dankjewel, aal. Graag gedaan, Jan. Bloepie. Lekker gast. Oh, wat een goede aanbeet. Wat een aanbeet. Lekker, maat. Lekker, maat. Nee, dat maakt niet uit. Kijk, schudden. Lijkt wel een snoepbaarsje op. Zo, die is echt wel groter. Zo, is een helemaal. Wat heb je nou eraan? Nee. Waar is je shed? Die is helemaal weg. Waar is je shed, maat? Oh my god, hij is gewoon helemaal weg. Hoe dan? Waar is je shed? Dat is echt. Waar is de shed? Kun je helemaal. Ja, maar hij heeft een dikke kop. Dat is echt niet normaal. Oh, dit is echt wel een betere vis. Ja. Yeah. Waar is je shed? De shed van. Gast. Shed. Besef even, hè, dit soort vissen gewoon midden in de stad op een 1-5'tje. Normaal. Oh, mijn hand zit echt vlak bij de haak. In totaal 7 aanbeets. Een hele goede vis. Kijk, hij heeft een baard. Het is een baard gegaan. Dit is wel echt. Jezus, die set was gewoon helemaal weg. Goed, goede set hoor. Echt een goede set. Echt een goede set.
blij mee. Het is wel echt een mooie vis trouwens. Het is gewoon een mooie vis. Echt een hele mooie vis. Ja, dit is echt wat deze is, denk ik. In de 80. Wow, yo. Hij is super mooi gekleurd ook. Ja, ik ga ook een even... buikje heeft hij. Wat? Ik ga even een hele dikke plaats van jou schieten, ja, man. Echt een hele mooie vis. Ze worden groter. In de vijversnoek. Oh, joejoe. In de vijversnoek. Zo. Gaan voor de special releases vandaag. Ja, zou ik... Oh. Oh. Ja, dat was wel een... Ja, dat was wel een eten. Dit is nice. Wow. Lekker, maat. Zo, maat. Dat was een goede vis. Ik ben toch wel even benieuwd hoe je hem hebt gevangen, wat de truc is. Nou, de truc is eigenlijk super simpel. Ja? Shad is denk ik wel een van de makkelijkste dingen om te vissen. Dus je hoeft hem helemaal geen actie te geven eigenlijk. Nee. Een staaldraadje. Shad. Dus die BKK stinger systeem erin. Je werpt hem gewoon uit. Het is hier niet zo heel erg diep. Het is hier max 2 meter diep. Dus krijg je hem gewoon langzaam rustig binnen. Dat hij mooi half een metertje boven de bodem gaat. Ja, dat is het eigenlijk. Je kan hem soms een keertje even versnellen. Of langzamer. Verlangzamen. Ja, zo een beetje sneller. Dat kan wel eens helpen. Het zou mooi zijn als je nu een live aanbeet krijgt. Om te bewijzen dat het werkt. Spin stoppen af en toe. Ja. Soms zit er een snoek achter. Maar die zit hem gewoon alleen te volgen. Dan doet hij helemaal niks. Je zit alleen te twijfelen. En als je dan net even iets verandert. Dan pakt hij hem. Ja, dat weet je natuurlijk niet. Dus af en toe moet je gewoon even een beetje gek doen. Ja, je weet niet dat hij erachter zit. Nee. En ondertussen heeft Alec gewoon nog een lekker kebabje van drie dagen geleden. Heerlijk. Smikkel, smikkel. Ik zei toch, het gaat een keer wel pas komen. Ja. Een paar mooie aasjes liggen. Jerkbaitje. Grote twister. Chatterbait, spinnerbait. Maar het is echt mooi. We zitten hier echt op een super ondiep vijvertje. Ja, apart jongen. Midden in de stad. Ja. Overal zwanen en eenden. Dan andere meren die we hebben gehad. Ja. Ja, misschien is dat de truc wel. Oh, kolk. Ja. Ja, lekker. Yes. Op een versnelling, kijk zijn kop schudden jongen. Op die twister, ja. Op die neest twister, fucking vet. Ja, lekker. Ja, ik wilde even die plantjes losschudden. Ja. Zet de plantjes aan, ik doe zo. Zie je zijn kolk, vis hem verder, tik er tegenaan, poef, daarna eroverheen. Ja, net wat we vertelden toch? Ja, heel vet. Hey Daan. Hey. Snoepie nummer 5? Of niet? 4. We hebben er allebei 2 nu. Hoppata. Lekker. Nice hoor. Super nice. Mooi vestje. Op de versnelling. En in de versnelling gaat hij weer terug. Joep. Nice. Lekker. Vis nummer 4 voor ons in de boot. En nummer 6, 7 totaal of zo. Ik weet niet hoeveel zij er nu inmiddels hebben. Ze hebben er minimaal 2. Ja. Lekker maat. Ze liggen echt ondiep. Ze liggen heel ondiep. Vandaag zo raar. We vissen dus midden in de stad, ondiep. Eende vijver. Overal zie je eenden en zwanen zitten. Maximaal 2 meter. Vissen met ondieplopende aasjes, ondieplopende jerkbaits, spinnerbaits, chatterbaits, grote shads. Het is wel echt sick, want het zijn helemaal nog niet eens per se hele grote vissen. Maar kijk wat voor aasje. Dit aasje is, als je hem uitrekt, 30 centimeter lang. Dan schuift ze gewoon vol overheen. Ik weet niet wat die vissen hier zijn, maar ze zijn in ieder geval agressief. Ze kleppen er vol op. Gaat lekker, ik vind het leuk hier. Mooi stekje, de truc is ankeren. Bijna geen wind. Windkrachtje 1, 2. Nou, lekker tweetje. Maar we gaan net te hard als we driften. Nou, we liggen hier al mooi in anker. Die ondiepte afgooien. Gaat lekker man, ik ben echt blij. Ja. Lekker maat. Lekker. Oh. Heel goed rond. Wow, het is een monster. Nee. Ja, doe je het. Moet je kijken. Dat ding is bijna een meter. Holy shit. Oh, you're happy and you know it and you're in it. Want to show it happy.
Oh, you know it, clap your hands. Zo maat, pauzetje. Even opwarmen. Oh. Lekker stoeltjes. Lekker man. Heerlijk. Ik ben toch wel benieuwd hoeveel de piekertjes hebben gevangen. Zodat ze zo eens even vragen? Ja, we hebben ze wel goed gevangen ook. Jongens, wat is de score inmiddels? Min 5, mijn lichaamstemperatuur. Maar nee. Snoek. Ja? En andere dingen, mijn brein is bevroren. Hoeveel snoeken heb je gevangen? 6 vissen. Ja, 6. Moeilijk, was een heel moeilijk antwoord, of niet? Ja. Hoeveel heb jij er gevangen? 1. Heb je ze mooi gefilmd? Hebben die mooi gefilmd? Wat is er gebeurd? Hij heeft op video gedrukt, maar niet het knopje ingedrukt. Dus hij heeft het niet gefilmd. Nee. Dit klinkt als amateur. Maar je had 5 snoeken, maat. Ja. Waarom? Op grote aas. Ja, gewoon zo lelijk en zo fel mogelijk. Oké. Dus de tippen straks is voor nog groter vissen. We gaan nu in ieder geval even opwarmen. Ja. En ik ga straks een aasje voor jou lenen. Maar wat chill, man. We hebben gewoon dus 11 snoeken in totaal. Alec 3, 1 hele mooie. Lekker, boys. En girl. Lekker. Nou, en volgens mij valt er wel... Wat een smikkelen. Het is wel echt koud. Mijn vingers, ik kan ze niet eens meer goed recht doen. Een lekker koffietje drinken, wat eten. Gaan we zo het water weer op. Gaan we kijken of we 20 snoeken vandaag kunnen vangen in een 1-5'tje. Hoe sick zou dat zijn? Ik heb echt geen idee wat ik nou besteld heb. Maar het ziet eruit als een soort van gebakje. Een gebakje met zeevruchten en dingen. Maar het heet iets van smorgbok, baksel, bakselske. En ik heb iets met een burgertje of zo erin. Nice. Dit is echt raar voor ooit. Zeevruchten gebakje. Het is gewoon serieus taart, gast. Echt? Ja. Kijk, het is gewoon cake. Huh? Met granalen. Het is wel lekker. Ja? Ja, het is wel heel apart. Zo, maatje. Zitten wij op een bootje? Lekker op het bootje. Gaan we samen even vissen? Ja. We gaan samen een vis vangen, ja. Grote vis? Een kleine vis. Oh, een kleine vis. Een kleine vis gaan wij samen vangen, ja. Maar ik wil een groot vlieghengel. Wat is het? Zoekie. Nee, baars. Ja. Ja, baars. Een baars. What the fuck, gast? Nee, joh. Een baars op een vlieg. Nee, joh. Gooi het ankertje even uit. What the fuck, gek. Dikke baars, gek. Ik denk al, wat is dit nou, joh? Je hebt veel met je iPhone? Zo, deze wel klap gehad van de snoek. Ik vang even een baars, een vlieg. Visie, ja, hij is heel dun, maar tegen 40. Kijk dan, de vlieg is ook gewoon. Wacht even, kijk, ik kan niet helemaal dichterbij komen, dan gaan wij even een wieper op. De vlieg is helemaal weg. Heel bizar. Tjoep! Hangen, dikke. Misschien ook wel een baars. Lekker maat, lekker. Nou, hadden we al de 2 vissen op de foto kunnen gaan. Lekker man. Nou, het is weer feest. Je hebt er weer eentje. Ja. Hier. Pak hem. Hoe moet ik dit nou doen? Ik zou hem gewoon nu... Ja, om zijn nek heen. Hier? Ja, pak maar gewoon vast. Hij is heel glibberig. Ja, zo ja. Ja. Kijk. Lekker. Super nice. Nou, zeg maar terug. Voorzichtig. Hey. Kiek. Hey. Wat ben je aan het doen? Dik snoek. Maar hij valt. Hij is wel mooi. Oh. Oh, doe even de klep open met je duim. Eindelijk. Wat een mooie vis. Wow. Echt hele dikke al. Zo dan. Super nice. Zal ik even een mooie foto maken? Om eerst deze hand om goed te zijn. Lekker. Oh, daar gaat hij. Lekker. Heb je het tante?
Uh-oh. Ja, bloed. Shit, oorlogsbloed. Lekker. Nou. Mooi, hè? Loop nog mee. Ja. Kijk eens even. Mooi vis. Kijk eens eventjes. Toch geen slecht idee om dit driftje nog een keer te doen. Zeker niet. Het is een hele mooie gast. Het is een hele mooie. 80? Ja, 80 is hij wel. Zoiets? Zeker wel. Zo. We willen hem nog niet loslaten. Ja, nu wel. Lekker, maat. Vinden ze altijd lekker, hè? Maze runnertje, jongen. Ons wapen. Altijd weer. Nou, mooie lange vis, gast. Echt een mooie. Heel mooi. Nou, zullen we snel laten gaan? Ach. Ik krijg hele koude vingers. Ja, doe maar. Lekker, maat. Oh, het gaat. Oeh, lekker, maat. Airbox. Yes! Dit is wel echt nummer 15 of zo. Beetje. Ja, ja! Nee joh! What the fuck? Zo random. Ik pak mijn camera eindelijk weer een keertje. Komt ie hoor. Ja, oh, dikke kolk. Best wel een mooie vis volgens mij. Hij voelt best wel zwaar. Ja. Hij heeft gewoon... Was hij de bubber in gedookt? Als spinnerbait is weer de magic. Hoe kan dit? Kerel, snoek nummer 20. Ja. Lekker. Hoppa. Very nice. Very nice. Nou, gewoon maar terug het beest. Jeet. Flop. Nou, had je hem weer op? Spinnerbeet. Mees runner. Mees runner. Mees runner. Dat is Zweeds voor mees runner. Hebben wij daar wel eens goed op gevangen? Ja, dit werkt niet, hoor. Zullen we kijken of we meer dan 31 kunnen vangen? Nee, weg met die camera. Nou, ik wilde hier net even filmen voor een paar leuke shotjes. Ja. Eerste worp die ik je film, klang, vis erop. Maar leuke shotjes, man. Ja. Oh, het vissen gaat zo lekker. We hebben nu in totaal iets van 20 vissen. 1 baars, denk een snoekje of 19, 20. Vangen een andere vis. Superleuke plek. Alex gaat nog even wat droneshotjes maken. Ik heb net met de vlieg gevist. Mega volger gehad van rond de 1 meter 10. Echt een hele brede vis. Kwam helaas niet meer terug. Misschien dat we die eind van de dag nog kunnen proberen. Maar in ieder geval gewoon een hoop actie. Gaat lekker. Ik heb nou ook weer spinnenbeet eraan gedaan. Gelijk beet. Hey, kraanvogel. Kraanvogel. Kijk, gewoon midden in de stad hier zo. Ja. Dit is een beter of niet? Ja, valt er mee. Gast. Nou, ik haal de camera maar aan, dan vangen we hem. Maat, dit is zo sick. Het lijkt wel dezelfde. Nee, hij is iets kleiner voor me. Nice. Lekker. Hoe dan? Hoi. Ga ik de cameraman even verbanden naar... kapiteinstoel. Ja, maar jij gaat met de vlieg. Ik ga er eens even. Ja, we hebben ze gevonden. Ze liggen er. Is goed. Ongelooflijk, dit is natuurlijk aanslag. Nee, dan wordt straks gesnijd. Mijn vinger bleef haken. Godverdomme, een kut handschoen. Alle chills wat ik kon gebeuren. Hup, haal dat ding. Haal dat ding. Hup, hup. Ligt een stuk hand. Ik denk dat het zwemmen wordt. Nee, ik wil hem. Je bedoelt mijn stuk hout. Zo, mijn stuk hout weer terug. Sander, ga er eens heen. Flikker, je gaat achteruit. Je bent echt een drol, jongen. Hou eens op. Een vlucht, er ligt hier alleen een stuk hout. Ja, een stuk hout wil ik hebben. Dat is drijfhout. Dankjewel. Echt chill, man. Gooit hem door. Sander, wat denk je ervan? Happen niet meer. Oh, gast. Gast, zag je dat? Gast, die camera, jongen. Elke keer als je die camera pakt, dat is 100% aanbeen. Ze happen niet meer. Klang. Ik wilde net die gans daar gaan filmen. Okay. Huh? Ja. Ja, lekker, gast. Ze happen niet meer. Nee, baars? Snoek. Nee, snoek. Lachen. What the fuck. Nou ja, mooie afsluiter zo. Op het vliegje.
wacht even hoor. Hoppa. Hey, laat hem eens even zien. Alek probeert hem ook al te bellen, dus hij zal misschien ook een vis hebben. We gaan eigenlijk. Ja, nou, we gaan ook lekker. Dit is de laatste vis van de dag. Mooie vis. Mooi. Toch nog één op de vlieg. Super vet. Lachen. Nou, ik zou zeggen, geef hem een kusje. Dan gaat hij terug. Klop. Maar de vraag is nu, hè. Wat zoekt nou lekkerder? Zo'n snoekdame of een echte dame? Kunnen we geen uitspraken over doen op camera, dat snap je. Ah ja, jongens en meisjes, het is tijd. We gaan lekker naar het kantje toe. Mooi dagje zo. Prima. Ik ruim even jouw hengel op. Zo. Nou, maat. Dank je, jongen. Oh, wat een dag, joh. Dames en heren, ik ben weer thuis. Ik heb deze video net geëdit en ik denk dat het een erg leuke video is geworden. Ik hoop dat jullie hem in ieder geval leuk vonden. Laat even een likeje achter als je hem leuk vond. Laten we kijken of we 1000 likes kunnen halen. Helaas had ik zondag 7 niet gered. Maar goed, ik ben gisteravond heel laat thuis gekomen. Ik ben vandaag bezig geweest om alles op de computer te zetten. Het waren echt heel veel beelden. Volgende week zondag gewoon weer om 7 een nieuwe video. Bedankt voor het kijken. Ik zie jullie graag bij de volgende. Doei!